Drie medewerkers van bezorgingsbedrijf DHL in de Haagse wijk Ypenburg zijn woensdag onwel geworden tijdens hun werk. Ze roken een lucht waar ze misselijk en duizelig van werden. Het bleek om een stof te gaan die tandheelkundigen gebruiken voor gebitsprotheses. Volgens de brandweer was de ingeademde hoeveelheid niet schadelijk. In Scheveningen is woensdag de bouw van een tijdelijk Haags cultuurpaleis begonnen. In dit theater geven het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater hun voorstellingen als het echte cultuurpaleis op het Spui gebouwd wordt. Het Zuiderstrandtheater moet komende zomer klaar zijn. De provincie Zuid-Holland gaat onderzoek doen naar de openingstijden van alle bruggen over de Gouwe. Het steeds open- en dichtgaan van de hefbruggen levert lange files en gevaarlijke verkeerssituaties op.